Verder in de Nik Collection en deze keer HDR FX Pro 2. Met HDR FX Pro 2 kun je HDR-fotos maken en dat kan op verschillende manieren. Je kunt verschillende foto's samenvoegen en dat is ook wat we gaan doen, of je kunt toonmapping toepassen op één foto en dat laat ik je zometeen ook zien. Als je verschillende foto's tot één HDR samen wil voegen, dan kun je gewoon in het Selective Tool menu klikken op Samenvoegen. Serie van meerdere foto's. En wat er dan gaat gebeuren, de plugin wordt opgestart en je krijgt een menu voor je neus. En dat is dit. En ik klik even heel leuk op Annuleren. Want wat als je deze Selective Tool niet hebt, als je dit menu niet hebt, dan zijn er verschillende opties. Je kunt hierboven bij Filter en dan naar Nick Collection gaan. Maar dat zal zich niet openen, want er is op dit moment ook niet één foto geopend. Zal ik dat voor de gein even doen? Dit zijn de vijf foto's waar we dadelijk mee aan de slag gaan. Wanneer ik wel een foto open en ik klik dan op filter Nick Collection, dan heb ik daar wel HDR FX Pro 2 staan. En als ik dat aanklik, dan zal ook de plugin zich weer openen. Ik heb nu alleen de opties voor toonmapping. Ik kan aan de slag met de kleurtjes. Maar ik kan niet zeggen van hey, hou ook rekening met die andere vier foto's. Nee, waar zit dat normaal verstopt? Dat zit hier bij bestand, automatisch en dan heb je daar Merge to HDR FX Pro 2. En eventueel daaronder heb je nog de Selective Tool die je kunt openen. Of als ik hem bijvoorbeeld sluit zeg maar. Dan kun je hem bij bestand automatisch daar weer openen. Maar we gaan dus verschillende foto's samenvoegen. En ik pak even deze kant van het menu. De plugin zal zich openen en er komt een soort pop-up menu. En daar kan ik gewoon mijn bronbestanden gaan selecteren. Ik klik gewoon op openen. En dan is het een kwestie van even de juiste plek van je foto's uitzoeken. En ik had ze hier neergezet. Je selecteert ze en je drukt op openen. Je ziet nu aan de linkerkant de vijf foto's die wij gaan maken en je ziet aan de rechterkant uh, eventueel nog de optie om geopende bestanden toe te voegen, mocht je in de achtergrond foto's open hebben staan. De optie als ik er eentje aanklik om hem te verwijderen en dat we er een slim object van gaan maken. En dat doen we natuurlijk altijd. Vervolgens is dit wel goed en klik ik op de samenvoegdialoog. De plugin gaat nu aan het rekenen met mijn vijf foto's en zal een voorstel doen. Kijk, ik krijg een nieuw venster met uiteindelijk dit als voorbeeld. Bovenin zie je mijn vijf foto's en daar staat onder min 2 tot en met 2. Dat betekent hoe ver ik belicht heb, zeg maar. 0 is het neutrale punt en ik heb ook foto's die onderbelicht waren aan de linkerkant met min 2, of die overbelicht waren aan de rechterkant met plus 2. Wil je meer weten over HDR? Lees dan trouwens ook even het stukje door wat bovenin de link verschijnt. Daaronder heb ik mijn resultaat staan en ik kan daar nog een klein beetje mee schuiven met donker en licht om zo een aardige basis te bepalen. Ga ik nou bijvoorbeeld helemaal rechts zitten, dan zie je dat mijn zon rechtsachter dat die gewoon totaal overbelicht is. En ga ik aan de andere kant zitten, dan zie je dat mijn bomen aan de linkerkant veel te donker zijn. Dus dan moet je een klein beetje een balans in vinden. En ik vind dit wel een aardig uitgangspunt. Dan heb je aan de rechterkant verschillende opties. Je hebt bijvoorbeeld de optie uitleiding. Nou heb ik deze foto's van een statief gemaakt. Dus in zoverre stond het allemaal wel redelijk stabiel. Maar als je het uit de hand doet, dan zou ik hem gewoon even aanvinken. Omdat je altijd wel een klein beetje trilt. Je hebt ook spookbeeldvermindering. En dat zou bijvoorbeeld zijn als er bij één van de foto's een eend door het beeld zou zwemmen. Dat zou dan bij het rekenen een hele rare vlek op kunnen leveren. En dat wordt beschouwd als een spookbeeld. En dat kun je dan ook op deze manier verminderen. En dan heb je nog chromatische afwijkingen, en dat zijn bijvoorbeeld de dingen tussen de hele fijne lijntjes in uh, bijvoorbeeld de bomen. En ik zou hier toch wel wat afwijkingen kunnen verwachten, maar in dit geval valt dat wel mee. Eventueel kun je dat nog gewoon met de uh, sliders wat verminderen. En ik laat dat gewoon netjes in het midden staan. En vervolgens klik je op HDR maken. Nu ga je terug naar eigenlijk het, uh, de basis van de plugin HDR FX Pro 2. En dit is ook hetzelfde programma waarin je terechtkomt als je maar één foto hebt en je gaat aan de slag met toonmapping. Wat je hier hebt, dat zijn natuurlijk aan de linkerkant, zoals je gewend bent van Nick, een aantal opties. Dus ik zou bijvoorbeeld de optie Diep kunnen kiezen zodat ik heel veel kleur in mijn foto krijg. Even kijken wat er nog meer tussen staat. Een soort pastelachtig iets laat zomer geeft die aan. Maar goed. Voorinstellingen, dat is grappig, maar dat is natuurlijk niet waar het in dit filmpje om draait. Het gaat natuurlijk om de opties aan de rechterkant. En ik ga gewoon even bovenin beginnen met tooncompressie. Het is een slider die jou eigenlijk gewoon de basale toon laat bepalen. Zet je hem helemaal naar links, dan hou je de foto vrij origineel, maar ga je hem schuiven naar rechts, dan zie je dat er eigenlijk gewoon al veel meer bij komt. Daaronder de methode, sterkte, de manier van rekenen. En die hou ik in principe het liefst zo laag mogelijk dat ik wel mijn details zie. Het gaat om hele kleine dingetjes. Want heb ik hem bijvoorbeeld sterk staan, dan zie je dat de details hier onder de brug vrij uh, gedetailleerd zijn. En zet ik hem bijvoorbeeld terug, dan zie je dat dat een heel stuk minder is. Dit is een kwestie van smaak natuurlijk. Daaronder ook de HDR-methode. Je kunt de diepte bepalen. En daarmee gewoon bepalen hoe sterk het effect moet zijn. En je kunt ook gewoon de details uitkiezen. En het drama. En daarmee bepaal je eigenlijk ook gewoon een aantal settings. Ga je daar te hoog mee zitten, dan zie je bijvoorbeeld een uh, lichte lijn rondom de bomen. Dus persoonlijk vind ik dat niet fraai. Dan heb je de tonaliteit. Dat zijn eigenlijk meer gewoon de algemene dingen over je foto. Je kunt wat dingen aanpassen in de schaduw, maar ook in de hooglichten. En zo wat meer het contrast van je foto beheersen. Natuurlijk ook nog een gewone contrast slider. En het is maar net hoe ver je daarmee moet gaan. Ben je vertrouwd met de raw converter, dan zul je dit soort dingen misschien wel makkelijk begrijpen. Ook de optie voor kleuren. Ik hou persoonlijk wel van verzadigde foto's. En je hebt eventueel nog met controlepunten selectieve aanpassingen. En controlepunten, dat ken je natuurlijk gewoon als ik hier de zon klik. Dan zou ik bijvoorbeeld nog kunnen zeggen van nou die wil ik juist wat donkerder hebben, maar wel wat meer contrast en flink veel verzadiging. En ik maak hem wat kleiner. Over controlepunten is ook al een aparte film. En die kun je natuurlijk ook hierboven vinden. Dan heb je nog de optie afwerking. Je kunt nog bijvoorbeeld een vignet toevoegen. Zelf ben ik daar niet zo'n favoriet van om dat in de plugin te doen. Ik doe dat liever naderhand, gewoon handmatig. En je hebt ook nog wat opties voor uh, ND-filters om erin te zetten. Bovenste tonaliteit gaat natuurlijk over de bovenste helft van je foto en de lagere toonwaarde die gaat over de onderste helft. Daarmee kun je een soort gradueel ND-filter toevoegen. Zeker interessant als je erg lichte luchten hebt. En daar kun je ook een klein beetje mee schuiven. En natuurlijk nog de opties voor niveaus en curves. Dat zijn ook dingen. Ja, dat doe ik zelf wel later in Photoshop. En vervolgens kun je op OK klikken. Gaat het filter aan het rekenen en krijg ik daar een resultaat van. En dit is dus uiteindelijk mijn resultaat van de HDR-foto. Ga ik het nog heel snel even vergelijken met uh, HDR wat Photoshop ervan maakt. Want dat is natuurlijk ook in stand om zelf HDR te maken. En dan ga je hier naar samenvoegen tot HDR Pro. Wederom de optie om bestanden te selecteren. En je moet natuurlijk even gewoon de juiste bestanden weer opzoeken. Je klikt op OK. En je klikt wederom op OK. Photoshop gaat nu alle foto's gewoon even samen openen. En gaat ze gewoon boven elkaar zetten. En met zijn eigen rekenmethode komt hij vervolgens op iets uit. En krijg ik dit scherm voor mijn neus. En hier kun je nog eventueel ook gewoon aanpassingen maken wat je wil. Qua licht en donker. Ik kies de 16-bits uitvoering. En daar heb je ook gewoon wat opties in om HDS te maken. Het gaat niet zo uitgebreid als de Nik-collectie. Maar uh, in ieder geval mocht de Nik-collectie niet meer werken. Want Google is gestopt met de support. Dus als Photoshop wordt geüpdate, dan zou het kunnen zijn dat je crashes krijgt. Ik heb dat heel af en toe. Dan heb je gewoon pech. Maar in ieder geval kun je ze ook nog in Photoshop maken. Um, alleen de toning... Van de foto's die zul je veel meer zelf moeten gaan doen. Daar ga ik nog wel een keer een andere film over maken. Maar tot nu toe blijf gewoon lekker aan de slag met HDR Effects Pro 2 van Nick. Het is hartstikke makkelijk en het is behoorlijk uitgebreid.